Oh my god! Dat is precies hoe ik me voel. Het is 20 februari 2021 en we zijn onderweg om het geslacht van onze baby te weten te komen. Naya. Naya, bonita, bonita. Ja! Oh, okay. Ne? Ya! Ya, iets kleins gepland. We hebben rookpommetjes gekocht. De meneer die ons rookpommetjes heeft gegeven, die heeft in de envelop mogen kijken van het ziekenhuis. Dus die weet het niet als enige. Die heeft dat dan mooi ingepakt. Die hebben we mee. We hebben een vriend van ons gevraagd of die foto's wilt maken. En we gaan op de Paasplas onder ons tweetjes, lekker intiem, de rookvakkels laten aansteken. En dan gaan we dus zien of het roze of blauw is. En roze is natuurlijk een meisje. En blauw zal een jongen zijn. Wat denk jij, schat? Laatste keer? Wat is jouw gevoel? Juffrouw, ik weet het niet. Je weet het niet eens. Ik niet weten. Hij dacht eerst een meisje, nu dacht hij onlangs een jongen. En op dit moment weet hij het niet. En eerlijk gezegd, ik weet het ook niet. Het is prachtig weer. Het heeft onlangs gesneeuwd, heel veel. En juist vandaag is het gewoon 17, 18 graden. Zalig. Ik heb een pastelkleedje aan, die eigenlijk al te krap is. Maar het gaat nog. Maar ik kan die niet heel lang aanhouden. En meneer is heel knap in zijn beige hemd en een kakkie groene broek. Want kakkie komt ook voorbij in mijn kleed. We zijn er op. Ik zit trouwens vandaag precies op 17 weken en 1 dag. En eigenlijk was het op mijn 12e week al bekend of het een meisje of een jongen was. Maar ik heb al die tijd gewoon niet willen kijken. We gaan onze grote camera ook neerzetten, zodat het kan gefilmd worden terwijl ook SR de foto's maakt. Echt spannend. Oh my god, het is een mooie dag. Kijk. Prachtig. Oké, schat, wilt jij iets zeggen? Nee. Ik wil niks zeggen, ik wil het gewoon meemaken. Oké, we gaan het gewoon meemaken. Tijd om te gaan, want de zon gaat onder. Doei! Iedereen, maar echt iedereen bijna, heeft gezegd dat het een jongen zou zijn. En het is een meisje. En dat hoor ik zo graag. Ik kan het nog altijd niet geloven. Heel mijn familie gaat in shock zijn. Echt iedereen. Iedereen gaat in shock zijn. Oh my god. Echt. Adrenaline, mannetjes. Het is gewoon een meisje. Het is gewoon een meisje. Nel, uw berekening klopt niet. Sorry. Sorry, tante. Kimi, wijn ze zich voor. Het is hier zo glibberig. Tot een paar dagen terug lag hier overal sneeuw. En opeens is het 18 graden. Echt zo gek. Dat is een meisje.
ben ik onderweg. Juliano gehaald om deze dag een beetje te vieren. Yummy! Pasta pesto. Lekker. Parmezaanse kaas. En een beetje brood. Wat gaat Beto eten? Turkse pizza. Nog maar doen. Zie. Ik heb mijn kleed al opengemaakt, want het is een beetje te strak. We zijn niet knock-out. Het was een vermoeiende dag. Krijg een meisje. Hey meisje, hey, hey, die meisje. Ik zei dat. Toen ik wist dat je dat ging zeggen. Gender reveal zit erop, voor ons alles zit. Ik moest er even van bekomen. Echt waar, ik was echt blij. Maar natuurlijk is het belangrijkste nogmaals dat het een gezonde baby is. Meer moet het niet zijn. En om het te vieren wou ik eigenlijk iets leuks doen. Want we zitten nog steeds in een soort van lockdown. Dus weet je wat onze leuke activiteit was om het te vieren? Naar Hasselt rijden. Een pastatje halen van Giuliano Hasselt. En dan terugkomen naar huis. En dat was het. En ik eet lahmacun gegeten. Ik wil er nog altijd een gezellige avond van maken, schat. Ja, we gaan nu Jenga spelen. Twister spelen. We gaan nu Twister spelen. Schat. Kleurtjes en handen op de juiste kleur en de juiste positie. Ziet je wel met zo'n buik? Ja. Wat we nog hebben gedaan na de gender reveal is heel snel nog eens naar TNT Fireworks gegaan. Waar dat we die rookpommetjes hebben gehaald. Hey Google. Lichten op roos. Ja, oké, die zijn wij ook heel mooi roos. Fun fact, ik hou niet van roos. Wel van oud roos, maar niet van fel roos. Er is mijn challenge card. Chok hier uit! Ik wou graag een rompertje kopen of iets roos alleszins om cadeau te doen voor de ouders. Maar we waren net te laat, nog 4 minuten en de winkel ging sluiten, dus dat lukte niet meer. Dus had deze geniale man het idee om opnieuw rookbommetjes te gaan halen. Om morgen nog eens aan te steken, maar dan moeten de ouders dat doen. Dus dat hebben we gehaald en dan zijn we naar Giuliano geweest. Lekker gegeten, is het buksje goed vol. Dan gaan we dadelijk slapen. Nee, ik ga echt genieten van de avond. Ik ga zelfs niet slapen, denk ik. Ik moet nog zeggen, de reden waarom ik zo extreem heb gereageerd, is omdat iedereen van het begin al altijd heeft gezegd dat wij een jongen zouden krijgen. En dat is zo fel erin gehamerd in mijn hoofd, dat ik dacht van oké, dan is het een jongen. En dan zien dat het ineens toch roos werd. Dat was gewoon zo'n grote shock voor mij dat ik zo extreem heb gereageerd volgens Petela. Gereageerd, juffrouw Jo. Het begon ook met blauw eerst, hè. En ineens roos, dus daarom deze chockerende reactie. Ik moet wel gaan nadenken over een naam. Ja, we hebben een heel mooie dag beleefd. Ja, was leuk, hè. Heb ik dat mooi geregeld? En het was heel mooi spontaan. Het gebeurt allemaal. Een paar foto's van de shoot hierachter plakken. Enjoy en doei! Bye bye! Oké, het is de volgende dag, 21 februari. Gisteren zijn we het geslacht van de baby te weten gekomen. En nu is het moment om dat aan de familie te vertellen. Ik ben zenuwachtig weer. We gaan dadelijk eerst naar mijn ouders. En dan gaan we daar rookbommetjes laten aansteken. Dat gaan we ook doen bij de schoonfamilie. En dan voor de rest van de familie, mijn tantes en mijn onkels en zo. Hun ga ik dit envelopje geven. Daar zit een papiertje in. Ze gaan het open doen. En wat ze gaan zien is dit. Dan gaan ze zeggen, ja, ziet je wel, we wisten het wel. Het was een jongen en bla bla bla. Maar dan ga ik zeggen, ja, haal dat papiertje er eens uit.
want dat is ook een envelopje. Daar zit dan een kaartje in met It's a Girl. Dus ja, dat wordt wel super spannend, super leuk, super grappig, denk ik. Echt benieuwd. Bijna iedereen verwacht dat we een jongen zouden krijgen. En daarom heb ik dit gedaan, om hun eigenlijk te laten zeggen van zie je wel. En dan zeg ik, doe het volgende envelopje open. En dan zien ze dus dat het een meisje is. Oh my god, zo spannend. Mannen, hè, die altijd op zich laten wachten. Is niet waar. Spannend, hè? Een taxi is er. Oké, ik zal eens laten zien hoe dat kaartje eruit ziet. Laat ik ze even reageren en dan gaan ze het envelopje openmaken. Deze dus. Dus een envelop in een envelop. En dan gaan ze dit zien. Eerst niks, wit. Nog steeds een jongen, hè. Tjok, dat is een keer. Heb ik zelf vandaag bedacht. Echt. Ik vind het heel tof en ik ben zo blij dat ik zo'n kaartje had thuis. Ik heb altijd extra menskaartjes en zo voor dringende situaties. En zo had ik er eentje en dat kwam heel goed uit. It's a girl. Joke, spannend! Ik heb trouwens een nieuw kleedje aan die ik van Zalando Lounge heb besteld. Mijn man heeft die laten bestellen. Je hebt dat gezien. Maternity clothes. Het is wel nog een beetje los aan de buik. Maar ik vind het echt heel mooi. Een bloemetjes. En mijn man ziet er zo uit. Ook knap. Altijd gefrozen. Wat moet je hem? Niet die sneeuw zo? Ik ben hem. Je Olan wel zeker altijd. Vind je de elements heb Olan zeker naar geduld. Ik denk een meisje. Ik heb altijd gezegd, iets voorkeur jok zetten. Nee, weet je, het eerste kindje. Zalig lossen, maar het is jongen die dietje, meneer. Heb ik altijd gezegd. Ja, ben ik. Mijn gevoel zegt. Ik weet het niet! Ik zeg meisje. Wat was jouw gedachte? Jongen. Goed. Heb je graag ook een jongen? Ja, oké. Dat is duidelijk. Nu kunnen we echt mooie dingen kopen, hè. Oğlan çocuğu da ama ilk böyle kız olması da güzel. Oğlan çocuğu da olması güzel. Ama böyle İlay'ı sevişi, ik heb dan nooit tegen u gezegd. Maar içimden diyordum ki ay, die moeten toch een dokter hebben. Ja. Ik heb twee zakjes klaargemaakt. Een roos en een blauwe. En ik dacht, ik moet dat geven als het meisje is roos, jongen, blauw. Dat is maar een heel klein geitje. Ja, ik ken uw kleine geitje. Ja, maar dat is echt klein geitje. Oh my god. Meisje. Kijk, Betula. Lief met die jeansbroek samen. Met die jacket erop. Choraps. Lief, hè. Nog een pyjama broekje of zo. Oh my god, kijk. Bijpassend bandje. Nog handschoentjes. We alten, hè. Ja. Oh my god, dat is een setje. En dan ook witte sokken. Het is een kritiek. Dat hoort er ook bij. Dat was iets neutraal. Chok lief. Dank u. Bayağı bir oyuncağı oldu değil mi? Plüşçüsleri var bayağı. Kupinglerim hep bu. En geçen kitabı bakıyor diye Betula. Senin beğendiğine. Doğru bladı yapınca dedik oh dat is een mooi. Ik heb daar garen voor gekocht. Dus die zijn klaar om te beginnen. Süper. Herkes jongen, jongen, jongen. Ja, aynen. Kimse kız demiyordu. Blauw'dan roze'a geçti resmen. Echt waar.
kanka. Küçük sersin bir tane daha geliyor. Geçen fotoğraflar gösteriyor, fotoğraf da sırıtıyor böyle. Yapkır tüy. Yapkır tüy. Ben istiyorum. Şimdi bunu açacağım. Yeah. Bir renk var. O renk zaten gösteriyordu. Bir. İki. Yok. Blow, blow. Blow. Yeah! Yaptık! Yeah! Valla. Belliydi. Ya. İdareyi not edeyken. Bu ne? It's a girl, Meisha. Biliyorum işte. Hep Müjgan'ın başından kalkıyor bu işler. Ben herkesi oğlana ikna etmiştim. Evet. Sağlık olsun valla. İnşallah içinde başka bir şey yok. Ben bulup aç bakın ne var. Abi ben bu sandım. Tahminim tutmadı olsun senin. Nasıl oldu yani? Abi niye bir var doğru? Ama sen yana normal değil. Blake, ik ben ek Blake. Çünkü siz kızdan yanaydınız değil mi Blake? Ben ek oğlan sandım ya. Ek oğlan sandım. Kız babası mı olacaksın? İnşallah. Ne koyacaksın ismini? Ha düşünmedik. Ne? İsim falan düşündünüz mü? Neyin öfniye? Bak kız olduğuna çok sevindim ama eminliğime tövörgü stansı oldu. annen ne yaptı? Hediye verdi hemen. Bir mavi çanta hazırlamış, bir rose. Ay. Neler var içinde onu verdi. Yaptıklarını ben bilirim Müşkan. İyi hadi sevindim. Paco da kız dedi. Paco kim? Paco kuş. Kuşumuz kız deyince iki kere öttü. Fıstık. Dus mijn tante Nel kan berekeningen maken en dat is denk 90% niet altijd juist. Dus we zullen zien of ze nu ook gelijk heeft of niet. Kan je dat nemen? Jongen. Ja, ze had berekend voor een jongen en die had berekend dat het bijna altijd een jongen is de komende tijden. En pas één keer ergens is het een meisje of zo. Binnen 4 jaar is. Ja, en ja, door binnen 4 jaar. Ik ben gewoon te doen. Ik denk het ook. Melissa bir de rüya görmüş. Rüya gördüm. İdreğin dacht en jongen en opeens sen geliyorsun böyle met iedereen roze dumanlar böyle. Kızı da zin. Zelfs Azra had gezegd dat een jongen was. Annem, is het een meisje mi jongen mı? Bu da çevirdi. Bekleyin bak. Çok. Açalım. Yaaa! Blue! Love is blue! Ya açsana içinde bir şey daha var. Anası kandırdı bizi. Kandırdı bizi. Ne kandırdı? Roz! Roz! Eee! Oh my god! Eşim ya! Kim gerek? Annem bizim meşe. Ne? Vav 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 vav. Şu yüz ifadesini bir alalım şöyle yakından alalım. Duygularını alalım. Tabii canım. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Korkuyor belli. Aa! Da belli değil mi? Yoksa kaldıracak var sandıkçı bile. Böyle olmaz. Ne? Ama ben sana dedim pis olacağım. Ne pis olacağım? Çok pis yiyorduk. Tek olmasın. Gelmiyor. Basically. İyi hadi bakalım. Pis yap kanka.
Ama nasıl eminle herkes oğlan olacağız. Teşekkür ederim. Ay. Ekrem oldu gene. Artık sizden bir şey geliyor ya, artık güvenmiyorum ben size. Ne? Hep Müjgan abla. Hep geç var ya. He, hep. Ama yine girdin, yine girdin. Esma Tüller, Nilay'ın Esma'nı nasıl neden Eda abla? Esma, you abla. Ben Ya dedim bakalım. Oğlan mı dedin? Ben de dedim hasta olmadı oğlan dedim. Yeni bakıyordum telefona ama bir şey anlamadım. Yok bilerek dedim sakın yapmayın. Nereleri anlamadım da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla. Kut dedeciğim. Ya ya. Kamarıya mı alayım ben de? Aynen. Açın Zarko. Dede pembe çıkarsa kız. Mavi çıkarsa oğlan tamam mı? Hangi renk bu? Bu pembe kız. Kız oluyor o zaman. Bizimki yalan oldu. Ama benim diyeyim oğlan derdi, kız diye. Başından dedin ama sonra oğlan dedin. He, sonra yani. Çevirmiştim. Ay dedi kardeşimi görmedim dedi onu. Doğru annem söyledi doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Allah başlarına bir şey getirmesin işte. Amin. Sevindin mi? Güzel güzel. Ben kızı severim esas. Hep ağlardı, kız olursa ben gülerdim. Hasta olmadın yani maşallah iyi geçirdin. Ondan dedim ben dedim muhakkak kız istifra falan yapar, rahatsız olur. Allah'ın bileceği demezsin ki. Söyledim. Meşin. Neneciğim, bu ne demek oluyor? Ha? Bir kenara asistan, anne, ben, çocuk, dört tane meşin. Arka. Onları kandırdım nene. İlk önce bunun içinde mavi bir şey çıkıyordu. Evet. Ondan sonra herkes dedi ki, ya biliyordum mavi. Ama o mavi bir zarftı. Yani zarfın içinde zarf vardı, anladın mı? O mavi zarf açtıklarında bu çıktı. İçinde herkes bir şok oldu. Bir komik oldu ki. Kız çocuğu dağıtma oluyor ya. Sen ne istiyordun? Kız canım? Geçiyordu içinden bir yandan böyle. O kız çocuğunda bağırlardı ben gülerdim. Ya ben severim kız çocuğunu. Ya üç ya hiç. Bu ne? Ooo evet. Narın meske. Kızın meske ya. İşte meske zaldı. Değil mi? Başın ağrımaz mı diyorsun? Hayırlı olsun. İçime doğan normalde her zaman doğru olur. Ben Zola ne diyorum 3 gündür? Oğlan olacak diyor. Evet. Tamam. Ya oğlan! Güzel. Aç da zaten. Açacağım. Ben daha sonra ne dedim? Oğlan olacak dedim de. Nerede be? Her şeyin ispisi ya. Buna da sevindim. Ya sevin, ikisi de seviyorsun. İkisi de seviniyorsun. İlk oğlan olsun. Ama bunların istediği kızdı. Ben bile bu yüzden sevindim. Ay çok komik. Her şeyin spesiyal olduğu gibi bu da spesiyal. Efendim mi? Ya. Şaşırmadım. Niye oğlan diyordun işte? Niye şaşırmadın? Oğlan diyordum. O zaman şaşırdın. Şaşırdım. Elimde sayabilirim. And exact blow başladı. Ya. Next time better.